Nou, Kian, welkom bij de Harkemase Boys. Ja, dankjewel. We zijn nu een paar weken bezig. Wat is je eerste indruk? Beter als derde klas, derde divisie. Hoog voetbal, hoog tempo. Daar word je ook beter van. Ik vind die geweldig. De opvangst is goed. Elke persoon hier. Oude mensen, jonge mensen groeten je altijd als je binnenkomt. Dus dat is fijn. En met je teamleden, gaat dat ook allemaal soepel? Ja, zeker. Op het begin is het even wennen met nieuwe mensen, maar als je beter het kennen, ja, is beter. En waarom heb je gekozen voor de Harkemase Boys? Ik wou gewoon een stap hoger. Vroeger heb ik bij Cambuur gespeeld, hoog voetbal. En nu wil ik een stap hoger. En dat is hier perfect. Oké, helemaal goed. Want ik kreeg ook nog de vraag via Instagram, van waarom ben je niet doorgegaan naar de Cambuur belofte? Of waarom heb je daar niet voor gekozen? Nou, weet je wat het is? Dit seizoen ben ik ook gevraagd voor Cambuur 19, mocht ik meetrainen. Na eerste training kreeg ik een liesblessure, dus werd hem niet. En daarvoor heb ik ook al bij Cambuur gespeeld. Dus ja, denk van ja, nog een jaar bij Cambuur, ja, heeft dat zin? Ja of nee? Of een andere uitdaging en dan is dit beter. En daar mooi gekozen voor, een nieuwe uitdaging? Ja, precies. Oké, en we kregen ook de vraag wat je vrienden vinden van de overstap naar de Harkemase Boys. Ja, geweldig. Ja, ze vinden het hartstikke leuk voor mij, ze gunnen het mij hartstikke. Ja, dat is mooi om te horen, toch? Gaan ze je ook supporten als je op het veld staat? Ja, ik weet het niet. Ik hoop het wel. Oké, helemaal goed. En wat is je beste eigenschap op het veld, denk je? Zo, eigenschap. Ik denk spelers helpen, want ik zat bij Cambuur. En ik ging altijd andere spelers helpen in plaats van mij. Daarom ben ik ook afgevallen bij Cambuur. Ik denk dat mijn beste eigenschap is, denk ik. Want op welke positie speel je? Spits. En dan anderen helpen in plaats van zelf de doelpunten te maken? Ja, nou, doelpunten, dat is geen probleem. Maar ja, ik wil andere spelers helpen in plaats van mezelf. En dat moet ik een keer niet doen. Het is wel een goede eigenschap, ook buiten het veld. Ja, precies. Ja. Maar ja, binnen het veld moet je ook wel voor jezelf kiezen en niet voor een ander. En heb je ook een doel voor jezelf voor dit seizoen? Mezelf in de basis spelen, hoop ik. Ja. Dat is natuurlijk altijd mooi. En als je dan in de basis komt, je zei al dat doelpunten maken niet te moeilijk hoeft te zijn. Hoeveel doelpunten wil je gaan scoren dit seizoen? Oh, dat is een moeilijke vraag, want van derde klas naar derde divisie is wel een hoge stap. Maar ik heb geen flauw idee. Nee, ik heb echt geen idee. Oké, want die vraag kreeg ik ook via Instagram binnen. Okay. Wat doe je verder naast voetbal? Voetballen, ja. Ik ben elke dag op het veld te vinden, dus dat is het enige wat ik doe. Ja, en school. Maar ja, school is nu ook voorbij, dus... Want wat heb je gedaan? SIOS. Okay. Ja, in Leeuwarden. Ik mocht dit jaar geen examen doen in verband met corona, dus er wordt nog een jaar. En heb je tijdens corona ook nog wel een beetje geoefend, ook met voetbal? Ik ben elke dag op het voetbalveld geweest, ja. Hoe dan ook. Oh, boete of niet, maar ik was op het voetbalveld. Kijk, heel mooi. We hebben via Instagram nog even een paar vraagjes. Ik denk dat deze van je oom is, want hij wil weten of je de knapheid van je oom hebt geërfd. Zo, ik denk dat hij dat van mij heeft gekregen, maar we lijken op elkaar, dus . Kijk, dat is leuk. Heb je ook al een training moeten missen hier bij de Harkemase Boys? Zo, ja, het was, we mochten volgens mij 2 weken mochten we trainen, dan hadden we een week vrij. Maar ik dacht dat we 2 weken vrij hadden en dan we 2 weken trainen. Dus toen dinsdag kreeg ik een belletje van, waar blijf je? Ik zei, ja, ik ben thuis. We hebben vrijdag. Nee, je moet komen, dit, dat. En we beginnen wel zonder jou. En. Dus heb je hem gemist of was je te laat? Toen heb ik hem gemist, ja. Ja. Oké, en dan de laatste vraag. Wie was je beste teamgenoot in de jeugd? Zo. Je weet natuurlijk ook niet wie de vraag stelt. Ja, ik denk wel wie hem stelt, maar ik zou het echt niet weten. Ik heb met hele goede voetballers gespeeld. Ik heb echt geen flauw idee. Nee. Gewoon allemaal leuke mensen om je heen gehad. Precies, ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.